developer. En we hebben een primeur, want na 11 jaar bij WindVision begint die maandag aan een nieuwe baan bij InfoSupport. Dus voor hem ook een spannende nieuwe tijd. En hij heeft het mooie van twee werelden. Dat betekent, hij werkt altijd met Microsoft. Heel erg het closed corporate systeem. En aan de andere kant houdt hij zelf zijn eigen WordPress website bij. En deelt hij daarmee in open source spirit technische oplossingen voor de problemen die hij dagelijks tegenkomt. En het mooie daarvan is dat je dan nieuwe oplossingen kan bedenken tussen twee verschillende systemen. Hij werkt dus vooral met Microsoft Azure, of in het Nederlands Azure. Wie kent Microsoft Azure? En wie heeft er wel eens aan gedacht om zo'n WordPress site op te hosten? Kijk, nou, dat is precies waar Michaël het vandaag over gaat hebben. Echt de combinatie WordPress en Microsoft, en is het mogelijk? Michaël Rompes. Dankjewel. Nou, ik ben blij dat ondanks de titel Microsoft genoemd hebben, er toch nog mensen in ieder geval durven aan te schuiven. Ik hoop jullie niet teleur te stellen. Ik ben al geïntroduceerd. Ik doe dus vooral mijn werk in Microsoft SEC, dus Microsoft programmeertalen, software, oplossingen. Al die mooie oplossingen die ik vind, die ik nog nergens anders gevonden heb, die schrijf ik dus op mijn blog. Dus mocht je een keer geïnteresseerd zijn, kan je die ook daar terugvinden. Vandaag moeten jullie allemaal lief voor me zijn, ondanks dat ik dus Microsoft aanhanger ben, omdat de Code of Conduct geldt vandaag hier op dit event. Maar mocht je hierna kritiek willen spuien, feedback willen geven met Twitter-handle of op LinkedIn, dan ben je van harte welkom om de discussie aan te gaan. Ook hierna, na de sessie. Geen probleem. Ik ga mijn slides na deze sessie delen, dus voor degenen die ze willen teruglezen, alle linkjes willen volgen, ze staan in de slides en die kan je dan hierna terugvinden. Ik ga het vandaag hebben, heel verrassend, over Microsoft Azure, over architecturen, hoe je WordPress zou kunnen hosten in Azure en wat ook voor- en nadelen van die verschillende architecturen zijn. En ook wat krachtige kanten van Azure, onder andere dat je met templates kan werken met een API. Ik zal een stukje benadrukken over kosten. Wat komt er nou bij kijken, waar moet je aan denken? Want het is niet gratis, of niet helemaal gratis. En aan het einde van deze sessie kan je gewoon aan de slag met Azure. Dan laat ik jullie zien hoe je zelf ook kan beginnen. Ja, als eerste Microsoft. Iedereen kent Microsoft en de meeste mensen kennen ook Microsoft Azure. Dus dat hoef ik dan niet helemaal uit te leggen. Maar Microsoft is niet meer het Microsoft van je vader, zoals recentelijk werd gequote. Microsoft is behoorlijk veranderd in de afgelopen jaren. En waar men in het verleden vanuit Microsoft redelijk lelijk was over open source en Linux, om het netjes te zeggen, is dat nu wel anders. Er is een redelijk ander beleid. Iedereen is welkom. En eigenlijk net zoals de Code of Conduct die hier vandaag geldt, geldt ook de filosofie binnen Microsoft tegenwoordig. Maakt niet meer uit je religie, seksuele oriëntatie, of je gehandicapt bent, blind, slechtziend. Je bent allemaal welkom als medewerker, maar ook als gebruiker. En dat geldt dus ook voor alle andere operating system, device, etc. Alle nieuwe projecten die Microsoft tegenwoordig doet, zijn eigenlijk open source tenzij er een hele goede reden is waarom het niet open source zou kunnen of zou mogen. En dat zie je ook in .NET Core, programmeertaal, maar ook Visual Studio Code, de nieuwe editor. Alles is open source. Je kan zelf bijdragen doen, maar ook elke SDK die tegenwoordig uitkomt, nieuwe tooling, bijna alles staat op GitHub en je kan zelf contributen. Ook de documentatie, dus docs.microsoft.com, is tegenwoordig open source. Als je een artikel bezoekt, ik heb hier even eentje uitgekozen die ik zelf heb aangepast, dan zie je rechtsboven de pagina een pennetje staan, druk erop en je komt meteen in GitHub bij die pagina en kan je hem gaan editen en als een pull request submitten. En het leuke is, je ziet het misschien niet op deze grootte,
Het meest rechte fotootje, dat ben ik. Dus ook de contributors worden echt wel benoemd die aan die pagina hebben meegewerkt. Zoals ik al zei, cross-device. Je hoeft niet meer een Windows-telefoon te hebben of een Windows-PC of een Windows-tablet. Je kan ook met je Android-device net zoveel Microsoft-software gebruiken. Je kan met je iOS-device net zoveel Microsoft-software gebruiken. Of nou de Office Suite is of andere apps. Ik gebruik zelf Edge, hè, de browser, op mijn telefoon. Ik ben waarschijnlijk een van de weinigen in Nederland, dat besef ik. Maar die keuze heb ik dan weer om toch te doen. Cross-platform, bring your own code, dat is een mantra nu. Programmeer in Java, je bent welkom. Programmeer in PHP, je bent welkom. Microsoft zorgt ervoor dat jij met jouw programmeertaal op hun platform terecht kan. En dat is wel iets heel anders dan een jaar of 10 geleden. Waar het altijd was, je moest alles van Microsoft gebruiken. En als je er eenmaal in zat, ja, had je weinig mogelijkheden om iets anders te doen. En online kom je dus steeds meer dit soort quotes tegen of plaatjes op Twitter en op blogs. Ze zijn er in allerlei varianten. En ik zweer je, deze was er echt al voordat Microsoft GitHub kocht. SQL Server is tegenwoordig als een Docker-image te draaien. Nou, dat is ook een wereld van verschil ten opzichte van vroeger. En Microsoft en Linux gaan in Azure hand in hand. Dit zijn gewoon de plaatjes die tegenwoordig online te vinden zijn. Zonder dat je heel erg hard hoeft te zoeken of bij de fanboys hoeft te zijn. Nou, Azure, gelukkig, de meeste mensen kennen het al, is dus de public cloud die Microsoft aanbiedt. Vroeger heette dit Windows Azure. En dat is ook met reden dat het gerebrand is. Om te laten zien, dit is niet meer Windows specifiek. Nee, dit is Microsoft breed. En ook voor de hele wereld. Zoals ik al zei, public cloud heeft 50 regio's, meer dan 50 regio's in de wereld waar zij beschikbaar zijn. En die regio's, zoals de regio die West-Europa heet, staat gelijk aan Amsterdam. In Amsterdam staat een van de oudste Azure-regio's, West-Europa. En als je dus iets deployt in West-Europa, dan staat het dus in Amsterdam. Dus dat is voor ons Nederlanders wel prettig. Als je dus daar iets neerzet, dan weet je dat het binnen Nederlandse landsgrenzen staat. Ze bieden meer dan 100 diensten aan binnen Azure. Dus ik ga ze zeker niet allemaal benoemen. En eigenlijk voor alles wat nu een buzzword is, hebben ze wel een dienst. Of nou IoT of blockchain is. Wat je ziet is wat er gebeurd is, er zijn bouwsteentjes. Ze combineren de paar en dat is weer een nieuwe dienst die je kan afnemen. Mocht het belangrijk zijn, ze zijn redelijk compliant. Ze hebben wereldwijd over de 70 certificeringen op hun cloud. Nou moet ik wel zeggen dat GDPR of AVG en ISO 27001, ja, eigenlijk elke hoster in Nederland zal daar ook wel aan voldoen. Maar mocht je in Amerika klanten hebben zitten die aan HIPAA moeten voldoen, nou, dan heb je het voordeel dat de Azure Cloud ook gecertificeerd is en je dus daarop kan leunen. Dit is de kaart met alle regio's die er nu zijn. Nou, dit is de afgelopen jaren behoorlijk geëxplodeerd. En Azure was ook het eerste cloud platform die bijvoorbeeld in Afrika nu beschikbaar is. Doordat er nu 2 datacenters worden gebouwd in Zuid-Afrika. Maar ze zitten dus ook in Zuid-Amerika en in Australië. China, dat is een apart gedeelte van de cloud. En Duitsland heeft ook een eigen stukje cloud. Vanochtend of gisteravond kwam het nieuws dat Microsoft daarmee stopt. Dat het niet meer relevant is om doordat de wetgeving is veranderd en dus de Amerikaanse overheid toch overal bij mag. Dat is meteen het nadeel van hosten bij Microsoft. Maar dat geldt hetzelfde voor het hosten bij Amazon of het hosten bij Google. De Amerikaanse overheid kan heel ver gaan als ze per se iets willen hebben. Gelukkig wel, de rechter moet toestemming geven. Dus daar geloven we dan de Amerikanen op dat ze zich daar netjes aan houden. Klein stukje over wat maakt Azure anders dan een hosting provider, een gemiddelde hosting provider. Bijvoorbeeld opslag. Stel ik sla een bestandje op in Azure, dan wordt dat op 3 verschillende servers opgeslagen. Op 3 verschillende racks, 3 verschillende power supply units. In ieder geval over allerlei eenheden heen die potentieel kapot kunnen gaan. En als ik dus een bestand opsla in Azure, garandeert Microsoft dat binnen een jaar het 99,9
99% van de tijd beschikbaar is. En dat is best wel heel veel. Maar dat is het minste wat je kan hebben. Tegenwoordig heb je ook zoiets dat heet... trouwens, die foto die je zag, dat waren de Amsterdamse datacenters. Zonredundant is tegenwoordig nieuw. Dan heb je nog steeds binnen één regio, dus West-Europa of in dit geval een foto van France Central. Dit zijn drie datacenters die rond Parijs liggen. En dan wordt je bestandje in die drie datacenters opgeslagen. En jij krijgt pas terug dat het goed opgeslagen is als het in die drie datacenters staat. Maar dat levert wel extra latency op. Dus het duurt 1 à 2 milliseconden langer voordat je bestand opgeslagen is. Maar dan kan Microsoft wel een extra 9 toevoegen aan hun gegarandeerde beschikbaarheid van jouw bestandje. De volgende stap is regional redundant. Stel ik sla een bestand op in West-Europa, Amsterdam. Dan wordt, als het daar opgeslagen is, asynchroon een kopie opgeslagen 3 maal in Dublin, in Noord-Europa. Overigens grappig dat Noord-Europa zuidelijker ligt dan West-Europa, maar dat terzijde. Op het moment dat je dat gaat doen, betaal je natuurlijk wel iets meer, want het wordt 6 keer opgeslagen. Dus Microsoft wil iets meer geld van je hebben. Maar het voordeel is, stel nou Nederland loopt onder water, dan worden alle datacenters misschien tegelijkertijd geraakt. En dan is Ierland nog steeds beschikbaar, want dat ligt zo ver van Nederland af dat dezelfde ramp waarschijnlijk niet op die twee plekken tegelijkertijd zich plaatsvindt. Als in Nederland alle stroom uit zou vallen, dan is Ierland waarschijnlijk zo ver van het netwerk losgekoppeld dat dat geen effect heeft. Terwijl als je bijvoorbeeld Parijs hebt, ja, dan heb je wel 3 datacenters, maar als heel Parijs plat ligt, dan heb je ook nog steeds dat je onbereikbaar zou zijn. Maar ja, daar betaal je wel voor. Die tweede locatie komt pas beschikbaar op het moment dat de eerste locatie niet meer bereikbaar is. Dus het kan zijn dat je op dat moment dus even onbereikbaar bent. Ga je nog iets meer betalen, dan kan je die tweede locatie wel als read-only beschikbaar krijgen. Nou, dit is de basis van alle diensten onder Azure. Microsoft leunt hier zelf enorm op. Dit soort storage wordt gebruikt in alle diensten die ze daar bovenop beschikbaar stellen. Gebruik je een SQL database, die bestanden staan op storage, die onder water op deze manier werken. En als je dus een keuze maakt voor wat voor MySQL server je wil hebben, ga je dus ook een keuze maken waar ga je het op opslaan. Dan weet je in ieder geval hieraan wat voor keuze je hebt en waarom het ene duurder is dan het andere. Nou, gaan we naar WordPress kijken binnen de architecturen die we kunnen aanbieden in Azure. Dan hebben we een aantal varianten. Nou, de misschien meest voor de hand liggende. Oh ja, dit is de eerste 2 secties van alle diensten die je nu in Azure kan kiezen. Dus dit is die hele componentenbak waar je uit kan kiezen. Ik heb voor jullie dus nu even een selectie gemaakt en de 5 uitgekozen die het meest voor de hand liggend zijn om mee aan de gang te gaan. Ik kan je zeggen, DNS. Ja, DNS kan je ook gebruiken natuurlijk om je site in de lucht te hebben. Kan je ook kiezen om Azure te gebruiken. Maar zo zijn er nog veel meer. Kies je voor de dienst Database voor MySQL, dan krijg je een Managed Database. Dat betekent dat updates installeren hoef je niet zelf te doen. MySQL wordt door Microsoft voor jou geüpdate. Dus als Microsoft een nieuwe versie, of MySQL een nieuwe versie krijgt, binnen dezelfde major version, dan zorgt Microsoft ervoor dat jij zonder downtime een gepatchte SQL Server krijgt. En je kan op dit moment uit 2 smaken kiezen. Het is sowieso de Community Edition. En je kan kiezen tussen 5.6 of 5.7. Standaard zit er een firewall bij, dus kan je er niet mee verbinden. Je moet elk IP-adres waar je wil dat met jouw database kan verbinden, even in de firewall aangeven. Kan gewoon via de portal, via de webinterface. Je kan het via shell scripting doen, dat maakt niet uit. Maar wel een veilige gedachte dat standaard niet iedere hele wereld met jouw database kan connecten. Standaard kan je ook alleen over SSL verbinden. Je kan het uitzetten. Nou, dat is je eigen risico wat je wil nemen. En Microsoft biedt een 99,99% SLA. Als die niet gehaald wordt, krijg je geld terug. Ja, je hebt liever de uptime, maar goed, je krijgt in ieder geval iets van je geld terug. Het leuke is, hij is ook schaalbaar. Je kiest hoeveel CPU's je SQL Server krijgt,
hoeveel gigabyte opslag je wil dat die heeft. Dus je kan ook gewoon, morgen moet ik meer capaciteit hebben. Sleep de slider iets verder naar rechts. En de dag daarna kan je weer naar links slepen. Dat is gewoon dynamisch te wijzigen. Ook zit er standaard backup bij. Minimaal 7 dagen. En tot 35 dagen terug. En het is point-in-time backup. Dus het betekent dat als ik zeg, ik wil nu een backup hebben van 2 uur gistermiddag. Of 1 over 2 gistermiddag, dan kan dat. Dan je zegt gewoon, dat is het tijdstip. En je krijgt een kopie van je SQL database van dat moment. Dit kan je ook allemaal zelf inregelen. Dit kan je allemaal zelf scripten. Je kan het allemaal zelf bouwen. Dat is de prijs die je bij Microsoft betaalt. Dan krijg je wel als 1 geheel. De goedkoopste variant zit je op €25 per maand. Dat is dus niet... Je kan zelf goedkoper hosten. De vraag is alleen of je al die andere dingen dan ook... qua onderhoud, updates... daarvoor terugkrijgt. Let wel. Omdat het een transactionele support heeft... vanwege die backups... wordt MyESAM niet ondersteund. En er zijn WordPress-plugins... die heel erg heftig leunen op MyESAM. Dan gaat het niet performen, kan ik je vertellen. Dus InnoDB, Memory Tables, geen probleem. Maar leun je op een van de andere 4 storage engines binnen MySQL, dan heb je een probleem. Dan moet je hier niet voor kiezen. Dan kan je nog steeds je eigen SQL Server MySQL inrichten op een virtual machine. Maar dan moet je niet deze dienst afnemen. Ja, je kent je aan een SSL-verbinding. Gaat dat dan ook een SSL-verbinding naar de MySQL port toe of naar bijvoorbeeld PPM Admin? Naar de MySQL port toe. Oh. Ja. Goed, de database is leuk, maar dan hebben we nog niks met WordPress. Standaard binnen het Microsoft platform heb je webapps. Die kunnen heel veel. En heel veel is niet relevant voor WordPress, dus daar ga ik nu vandaag niet over vertellen. Maar die draaien op Windows. En die gebruik je Internet Information Server als webserver. Daar kan WordPress op draaien. Daar kan PHP op draaien, geen probleem. Maar niet elke plugin werkt met IIS. Vooral de output caching plugins, die hebben nog wel eens issues hiermee. Waarom zou je voor webapps willen kiezen? Standaard zijn die zowel horizontaal als verticaal schaalbaar. Je kan ze dus zwaarder maken, meer CPU, meer processoren, zodat je meer capaciteit hebt. Maar je kan ze ook horizontaal schalen. Je kan beter 4 kleintjes hebben draaien dan 1 hele zware. Standaard kan je dat allebei. Voor WordPress is daarbij heel belangrijk de shared storage. Want als je een plugin of een bestandje opslaat, moet wel elke webserver hetzelfde bestandje kunnen teruggeven. Als ik een pagina maak en ik upload daar een foto bij, een andere webserver probeert die pagina terug te sturen naar de gebruiker en die foto is niet aanwezig, heb ik een kapotte pagina. Dus shared storage is daar heel belangrijk in. Dat is ook een performance bottleneck. Standaard krijg je ook load balancing, dus je hoeft geen load balancer zelf in te richten, krijg je gratis erbij. En je kan ook het schalen inrichten dat automatisch gebeurt. CPU load komt boven de 80%, zet hij er een tweede instantie neer. Komt dan weer boven 80%, zet hij er een derde instantie neer. De CPU zakt onder de 20%, verwijdert hij weer een server voor je. Gebeurt helemaal automatisch, hoef je niks voor te doen. En je betaalt alleen maar voor die instances op het moment dat ze dus nodig waren omdat je die load had. Je kan in een webapp MySQL in-app optie gebruiken. Dan krijg je eigenlijk op de webserver een MySQL installatie. Maar ja, dan kan je dus niet meer schalen, want je kan niet die database meeschalen over instanties heen. Dus eigenlijk alleen maar voor testdoeleinden zou je dit moeten doen. Dan zit er wel PHP MyAdmin meteen bij. Het is een optie. Mocht je even snel iets willen testen met WordPress, dan zou je hiervoor kunnen kiezen. Dus nadeel, draait op Windows. Shared storage en schalen is ingebouwd. En eigenlijk heb je een externe MySQL nodig, anders kan je niet schalen. En dit is dan een mooi architectuurplaatje erbij. Hoe je dit zou kunnen inrichten. Tegenwoordig, dit heette eerst WebApp voor Linux. Dat hebben ze gerenamed naar WebApp voor containers. Kan je dezelfde inrichting gebruiken, maar kan je er containers achter hangen. Heb je nog steeds de voordelen van het kunnen schalen en het load balancen.
En je kan zelf kiezen wat voor container je erachteraan wil hebben. Of dat nou .NET Core, Java, Node, PHP zijn allemaal standaard containers beschikbaar. Maar je kan ook gewoon van Docker Hub een container pakken. Of als je een eigen Docker repository hebt, die gebruiken. En ook geavanceerdere scenario's met Docker Compose of Kubernetes Pod Definition, mocht je daarmee gewerkt hebben of ervaring mee hebben, kan je allemaal aan zo'n webapp hangen. Heb je nog steeds het voordeel van die load balancer, DNS, SSL-configuratie, allemaal dat soort dingen, hoef je allemaal nog steeds niet zelf in te richten. Heeft Microsoft voor je gedaan. En je kan je eigen container erachter hangen. Moet je wel weten hoe je een container maakt. Dat is dan de consequentie. Het voordeel is dus, je kan je website op Linux draaien. Dat vindt WordPress toch net iets prettiger. De schaal is nog steeds ingebouwd. Echter, als je die shared storage is nodig. En dat kan een performance bottleneck zijn. Nou, dan de, wat we ook nog als infrastructure as a service oplossing noemen. Gewoon virtual machines draaien. Nou, dat kunnen heel veel hosting providers voor je. Ik ga zeker niet zeggen dat Azure hier goedkoper is. Nee, er zijn andere platformen, daar kan je nog veel goedkoper virtual machines afnemen. De goedkoopste virtual machine is 1 CPU en 1 gigabyte geheugen. En dan kom je ongeveer op €7,65 per maand uit. In tegenstelling, je kan ook virtual machines krijgen met 128 CPU's met 4 terabyte geheugen. Nou, dan, als je WordPress dan nog niet vlamt, dan weet ik het niet. Ben je wel €23.000 per maand kwijt. Dit is niet de zwaarste machine die je af kan nemen. Er is er nog één zwaarder. 384 CPU's met 8 terabyte geheugen. Iemand enig idee voor welk doeleinde je die virtual machines kan afnemen? Drupal. Close. SAP. Als je SAP compliant servers wil hebben, dan zit je blijkbaar aan dit soort specificaties. Overigens, die zijn maar €25.000 per maand. Maar dat is wel inclusief de korting, omdat je ze minimaal 3 jaar moet afnemen. Dus reken maar uit, 3 jaar maal 12 maanden maal nou, een hoop geld. Ja, memory is hier RAM, toch? Of... Ja, RAM. De niet storage, RAM. 8 terabyte RAM. Ja, en dat is virtueel, hè? Dus die host die eronder zit, die heeft nog meer capaciteit. Die server noemt Microsoft intern The Beast. Ik kan wel voorstellen waarom. Binnen die virtual machines, vrije keus. Windows kan, krijg je, koop je licentie bij. Heb je al licentie, kan je ook korting krijgen, want dan hoef je, kan je licentie in hybride vorm gebruiken. Maar Ubuntu, Red Hat Enterprise, nou, wat jij wil, je kan het er binnen draaien. Gewoon allemaal supported vanuit Microsoft en alles. Wat krijg je bij een virtual machine? Monitoring, dus je kan zien hoeveel CPU gebruikt wordt, hoeveel memory. Je kan de alerts, mailtjes krijgen van hey, je harde schijf wordt nu wel heel zwaar belast of je memory is bijna op. Kan je allemaal inregelen. Ik heb een rule dat als mijn server een bepaalde tijd niet actief is geweest, dan is waarschijnlijk iets stuk. Dan reboot hij de server voor me. Kan je allemaal in elkaar klikken in de portal. Verticaal schalen kan. Ga ik hopelijk zo meteen laten zien. 1 CPU. Goh, ik wil er 2 hebben. Je zegt in de portal, geef me een machine met 2 CPU. Hij reboot de omgeving en je hebt 2 CPU's. Backup restore inregelen is alleen maar klik, klik, klik. En ik heb een backup, een snapshot elke dag, elke week, elke maand. Ik kan zelf kiezen wat ik wil. En je kan dan zeggen, hey, restore die backup. En dan heb je de server van dat moment weer terug. Maar een virtual machine wordt niet door Microsoft, of ja, Microsoft zorgt dat die in de lucht is. Maar een update voor Ubuntu installeren zou je toch echt zelf moeten doen. En omdat die server maar als eentje is uitgevoerd, toen ik van de week mijn blog aan het updaten was, of in ieder geval Ubuntu aan het updaten was, was ik wel 5 minuten uit de lucht. Ja, dat is het risico wat ik neem door een single server neer te zetten. Voordeel voor een virtual machine is dus, draait op Linux, kan echter horizontaal niet uit zichzelf schalen. En externe MySQL is mijn voorkeur qua beheer. Niets houdt jou tegen om MySQL op die server te installeren. Alleen dan moet je hem ook zelf gaan onderhouden. Dat is je eigen keuze. Een vrij recent Kubernetes service is een nieuwe dienst die Microsoft aanbiedt. Dan krijg je gewoon een Kubernetes omgeving die ook voor jou wordt geüpdate. Dus jij hoeft weer geen onderhoud te doen. Microsoft zorgt erbij dat hij op de laatste versie draait. Komen er patches uit, updates. Microsoft zorgt ervoor dat jouw omgeving wordt bijgewerkt. En er zitten ook alle processen in om je Docker containers bij te werken. Dat ze allemaal netjes één voor één worden gedaan. Alles wat Kubernetes als dienstverlening doet.
Echter moet je dan wel zelf al je containers gaan kiezen, configureren, wat jij wil. Load balancing en dat soort dingen zitten dan allemaal bij. Dus ja, draait op Linux, voordeel, externe MySQL en shared storage is wel handig. Want binnen je Docker container opslaan is niet handig. Want als er dan een tweede Docker container bij komt, ja, dan staan die bestanden nog steeds maar op één van de twee containers. Maar of jij Azure Shared Storage gebruikt, of dat je weer drie Docker containers met een of ander softwarepakketje voor Shared Storage gebruikt, ja, die keuze heb je dan zelf. Maar hoe meer keuzevrijheid, hoe meer werk je weer aan het onderhoud. Alles wat je binnen Azure hebt, bijna alles, kan je templaten. Dat noemen we de zogenaamde ARM templates van Azure Resource Manager. Dat is eigenlijk gewoon een JSON bestand waarin je beschrijft wat je wil hebben. Een virtual machine, een storage account, een MySQL database. Alles wat je wil hebben. En dan zeg je tegen de API, dit is mijn template, maak het maar aan. Dat kan via de portal. Sterker nog, als je in de portal op een plusje klikt van ik wil een webserver hebben, wordt er onder water een JSON bestand gegenereerd en die wordt aan de API aangeleverd. Dat kan via de command line interface. Hè, ook vanuit Linux, vanuit Mac, vanuit Windows. Via PowerShell. Of gewoon als je wil, kan je zelf rechtstreeks tegen de REST API praten. En dit kan ook onderdeel zijn van je Continuous Integration en Continuous Deployment Pipeline. Ik hoop dat mensen weten wat CICD is. Zo niet, ik kan er niet op alles gaan uitleggen, want daar heb ik geen tijd voor. Maar wat het inhoudt is, en dat ga ik jullie dus laten zien, is dat je dan op een hele consistente manier je omgeving update en in de lucht houdt. En dat kan met Visual Studio Team Services, wat van Microsoft is. Gratis om mee te werken. Maar ook van andere software, TeamCity of welk application lifecycle management tool je zelf ook maar gebruikt. Nou, ik ga dat even demoen, als alles mee zit. Ik heb hier Visual Studio Code. Ik heb hier een ARM template. Ik ga hem niet helemaal uitleggen. Maar ik heb een WordPress omgeving. Ik heb drie WordPress omgevingen. Een test, een acceptatie en een productieomgeving. Want iedereen heeft natuurlijk test, acceptatie en productie voor zijn WordPress omgeving. Toch? Ja. Er zijn twee mensen die een ja durven en eentje die twijfelt. Ja, dat is... Is al een test. Oké. Okay. Test, nee. Iedereen werkt hier niet alleen op productie. Ja, nog steeds geen enthousiaste reacties. Ik heb dus wel zo'n omgeving in elkaar gezet. Dit is mijn template. Ik heb dus maar één template. Die geldt voor test, acceptatie en productie. Drie identieke omgevingen komen eruit. Mijn focus staat nu hieronder op de regel. Ik heb al geprobeerd in te zoomen, dus ik hoop dat het enigszins leesbaar is. Maar ik heb hier nu staan, mijn VM size is standaard B1S. Die 1 CPU, 1 gigabyte memory machine, dat is een B1S. Dat is gewoon even de code voor die machine. Stel, ik ben nu verbonden met die machine. En als ik ngproc doe, zegt hij ook, je hebt 1 CPU. Nu ga ik zeggen, nee, ik wil 2 CPU's hebben. Dus ik verander hier in mijn template standaard 2B2S. Nou, dit staat gewoon in een Git repository. Need more power. Dat is mijn commit. En ik ga dit nu pushen naar mijn source control systeem, wat dus bij mij, in mijn geval Visual Studio Team Services is. Nou, of we hebben geen verbinding, maar ik heb hier dan de andere kant. Gelukkig kan ik tegenwoordig ook alles in de browser editen, dus dan doen we hier gewoon even hetzelfde. Nu is mijn bestand gewijzigd. Er staan nu B2S in mijn template. Dat is alles wat ik hoef te doen. En nu gaat de magie beginnen. Ik heb een beeld. En zoals je ziet is mijn commit gezien. En is er nu een beeld gestart. Die beeld die gaat alle bestanden uit mijn repository pakken die relevant zijn voor deze pipeline. Nou, gelukkig, hij is klaar. Dan gaan we naar de release toe.
En die heet heel verrassend WordCamp Nijmegen. En we zien hier dat mijn pijplijn begonnen is. En we zijn op dit moment aan het uitrollen naar test. Dus op dit moment wordt mijn testomgeving gepatcht met de wijziging die ik net gestuurd heb. Wat is nou het leuke om het op deze manier te doen? Is dat ik hier bijvoorbeeld een optie heb compare. Ik kan nu zien wat ik of mijn collega's aan deze template gewijzigd heeft. En ik kan dus zien, oh, iemand heeft die regel van 1 naar 2 veranderd. En het heet blame, maar eigenlijk hoort hier te staan contributed by, of mag iets positiever. Die heeft het werk gedaan. En ik kan nu zien dat deze regel een minute geleden door mij is gewijzigd. En ik kan ook de vorige week zien. Dat is gewoon allemaal tooling, support, maar dat zou een reden kunnen zijn om jouw templates, jouw definities van jouw server in source control te zetten. Nou, op dit moment wordt de omgeving geüpdate. Dit duurt afhankelijk van resources 1 à 2 minuten voordat deze wijziging is doorgevoerd. En ik verwacht elk moment dat hier mijn verbinding verbroken gaat worden met deze shell. Nou, dat gaan we zo even terugkijken. Zijn iemand? Oké. Okay. Dan kan ik ondertussen doorgaan. Kosten van Azure, waar moet je aan denken? Standaard is alles pay as you go. Wat je gebruikt, daar betaal je voor. Dus zet ik vandaag MySQL aan. En morgen zet ik hem uit en betaal ik voor 1 dag hosting. Niet voor een maand, niet voor een jaar, nee. Alleen voor wat ik gebruikt heb. Wat wel tricky kan zijn, is dat de kosten tussen regio's verschillend kunnen zijn. Iets hosten in Brazilië is vrij duur. Australië ook. Zuidoost-Azië is over het algemeen ook duurder, mocht je het nodig hebben. West-Europa is meestal redelijk goedkoop, maar op dit moment is MySQL in West-Europa heel duur. Dus waarschijnlijk zijn ze daar bijna door hun capaciteit heen. Gaan ze de prijs iets omhoog voeren. Is Noord-Europa goedkoper en hopen ze dat jij in Ierland jouw database gaat neerzetten. Is een optie. Maar dat is wel even dat je moet weten. Kosten kunnen dus per regio verschillen. Er zijn allemaal weer mooie sites die dat voor je in de gaten houden. Er zijn regelingen voor startups en voor goede doelen en voor het onderwijs om Azure korting of credits te krijgen. Ben jij een gecertificeerd goed doel, dan krijg je $5000 of euro per jaar aan credits om Azure te gebruiken. Startups kunnen geloof ik 2 jaar lang goedkopen. Zo zijn er allerlei regelingen. Overal geldt voor stafelkortingen, dus hoe meer je afneemt, hoe goedkoper het wordt. En bijvoorbeeld als je een virtual machine, een reserved instance, dus ik zeg van ik wil een jaar lang die virtual machine gebruiken, krijg je korting. Afhankelijk van de grootte kan het al verschillen. Dus dat is ook wel iets om rekening mee te houden. Waar moet je aan denken? Nou, bijvoorbeeld bij netwerkverkeer. Inkomend verkeer is gratis, dus al het verkeer naar je server is gratis. Uitgaand verkeer na 5 gigabyte per maand moet je daar kleine 8 cent per gigabyte voor betalen. Nou, mijn ervaring is dat als je een hele high traffic site hebt, dat je dan op 5 euro per maand uitkomt. Manage disks, ik wil een harde schijf. Nou, een harde schijf van 32 gigabyte kost ongeveer €1,30 per maand. Wil je SSD's, kan, ben je €4,90 per maand kwijt. Ook hier weer allemaal staffelkortingen mogelijk. Maar bestanden op Azure opslaan, bijvoorbeeld zo'n shared storage. Ja, dan betaal je dus een 5 cent per gigabyte voor lokale storage. En wat ik al eerder zei, ga je nou geo-regionaal opslaan, dan ben je duurder uit. Dus dan ben je 8,5 cent per gigabyte kwijt. Over het algemeen zijn dit niet schokkende bedragen voor de gemiddelde WordPress-installatie. Tenminste, niet die ik ken. Maar het is niet zo goedkoop als sommige hosters. Mijn ervaringen bij WordPress in Azure hosten is nog steeds common sense en algemene guidelines, performance guidelines, WordPress zelf adviseert. Je kan een site met 50 plugins, 6 MB per foto, 160 CSS en JS bestanden die elke request werden gedownload. Ja, dan wordt je site nooit snel. Dan kan je hem op de grootste hardware neerzetten. Maar de basis is gewoon niet in orde. Shared storage kan een bottleneck zijn wanneer je heel veel plugins hebt. Want elk request wordt heel je bestandssysteem gelezen en dat gaat gewoon de performance opbreken.
queries die dus echt maar ISAM nodig hebben, of plugins die maar ISAM nodig hebben. Ja, als jij een 150 multi-sites draait en je hebt een plugin die gebroken rechten per site ondersteunt en die gaat elk request real-time berekenen of jij iets mag en je wilde proberen dan nog een post te editen, ja, dan na een minuut zegt de server toch echt van sorry. En dan kan je er 4 CPU's in gooien en dan kan je er 8 terabyte memory in stoppen. Het houdt echt op. Nou, waarom zou je kiezen voor Azure? Ik ga zeker niet zeggen dat alle andere hosting providers niet goed zijn of dat dit beter is. Maar bijvoorbeeld omdat je gewoon zelf net nu zelf host en je dat buiten de deur zou willen zetten, zou een optie kunnen zijn. Omdat ze hele hoge SLA's leveren die mogelijk hoger liggen dan bij jouw hosting provider als dat voor jou belang is. Omdat je alleen maar betaalt voor wat je gebruikt. Dat kan heel interessant zijn. Dus wil je even iets uitproberen? Ja, je hebt er maar 2 dagen nodig, een week. Dan betaal je alleen maar voor die week. Omdat je veel meer controle wil hebben over de inrichting dan je hosting provider misschien biedt. Omdat je misschien over de hele wereld wil deployen en je niet met allerlei hosting providers over de hele wereld te maken wil hebben. Of omdat Microsoft gewoon goede kortingen geeft. Dat kan ook een reden zijn om Azure te gaan gebruiken. En omdat je zelf, en jullie dus ook, gewoon gratis kan beginnen. Dus wil je zelf aan de slag? Ga naar azure.microsoft.com/nlnl/free. En dan kan je een abonnement afnemen. En de eerste €170 krijg je gratis. Krijg je van Microsoft. Dus dan kan je in een jaar tijd €170 aan diensten afnemen zonder dat je daarvoor hoeft te betalen. Je moet Windows licentie weer terug. Sorry? Ja, je Windows licentie weer terug. Bijvoorbeeld. Ik heb net Visual Studio Code laten zien. Is gratis. Editor. Kan je gewoon downloaden. Werkt op Windows, Linux, Mac. En ik heb net Visual Studio Team Service laten zien. Is gratis. Oneindig hoeveelheid private Git repositories. Public kan je natuurlijk gewoon GitHub gebruiken. Werkt VSTS ook mee. En bied je bijvoorbeeld CI/CD pipelines. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn. Dus dat is alles wat ik jullie mee wil geven. Dat was mijn tijd. Of in ieder geval de tijd die ik nodig had. Dus als er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag. Dankjewel. Iemand vragen? Die Visual Studio Team, ondersteunt die alleen Git of ook SVN? Of? Verhalen van Giel? Ja, Visual Studio Team Services ondersteunt naast Git Visual Studio of VS Source Control, dat is echt van oude Microsoft. En dat zijn de enige twee op dit moment. Hij ondersteunt wel externe repositories. Dus je kan wel van GitHub of Bitbucket en nog wat andere providers externe bronnen gebruiken als ingang. Maar binnen VSTS is het eigenlijk tegenwoordig alleen nog maar Git. Wel met LFS support, wat Microsoft heeft ontwikkeld bijvoorbeeld. Want heel Windows draait in VSTS. Het Windows Development Team zit gewoon in VSTS. Dus dat was de reden waarom ze dat nodig hadden. Nou, ik heb wel een vraag. Hoe zit het met support en contact met Microsoft? Mijn ervaring heel goed. Overal in Azure Portal, bij alles wat je hebt, als je een probleem hebt, is er een supportknop. Dan kan je gewoon invullen wat je probleem is. En binnen 4 uur word je opgebeld of krijg je een mail en word je geholpen. Okay. Wil je hogere support? Ja, kan. Maar dan moet je ervoor gaan betalen. Ja. Maar dit is de plek waar support het beste geregeld is van alle Microsoft producten. Want overal kan je gewoon zeggen, hey, ik wil hulp. En ook als je zelf stomme fouten maakt met DNS configuraties of HSTS aanzetten. Maar dan proberen op een HTTP port te connecten. Dan zelfs een support engineer helpt je met het onderzoeken waarom jij een probleem hebt met verbinden. Het enige is, sommigen spreken wel gebrekkig Engels. En tip, wil je door Amerikanen geholpen worden? Zet je supportknop pas na 5 uur in. Want dan wordt het door Amerika opgenomen qua tijdzone. Zet je hem voor 5 uur in, dan wordt hij door India opgepakt. Tip van mijn kant. Nog meer vragen? Kunnen we iets vertellen over de automatische schaalbaarheid van... Voor webapps is dat gewoon configureerbaar. Dus je zegt op welke metric je wil meten en wat hij dan moet doen. Bijvoorbeeld, en je kan ook een maximum aangeven, zodat het niet te duur wordt. Dus je kan zeggen, goh, als CPU-load te hoog wordt of ik heb een queue die moet worden verwerkt en daar is te veel backlog, zet dan 3 extra machines aan. En als na een uur het weer onder een bepaalde threshold is, gooi de service weg. Dat is gewoon allemaal configureerbaar in de portal. Nou. Ik
ben wel benieuwd, wie gaat eraan denken om zijn WordPress in Microsoft Azure te hosten? Ik denk er nu al aan. Nou, in ieder geval één zieltje gewonnen. Yes. Maar hij werkt niet voor Microsoft. Ik verdien er niks aan dat ik dit vertel. Ja, natuurlijk. Dank jullie wel dat jullie zijn gekomen. Hij is hier nog de hele dag. Ja. En hij weet alles over Microsoft en Azure. Dus als je nog vragen hebt, loop naar hem toe. Hij is, ja, vindt het leuk. Is je verbinding al gebroken? Die zullen we start? Oh ja! Oh, ik wil even terug naar demo. Even kijken of die... Yes! Ja! en? Wat zullen we nu doen? Yes! Nee. 2 processoren. Heel goed, ja. Overigens, het geldt als het goed is zo meteen voor acceptatie en productie ook. Maar dan moeten we nog langer wachten. En dank jullie wel. Je kunt hier over een kwartiertje begint weer het praatje van Gouden Martinez. Over hoe je binnen een team kan zorgen dat je code in orde is. Dus dat wordt wel heel interessant, denk ik. En anders kun je even barcamps. Nog laatste applaus voor.